Op 10 november werd er begonnen met de sloop van het clubhuis van Sporting Martínez. Binnen een maand is er niets meer over van het gebouw dat in 1969 gebouwd werd. Sterker nog, vandaag, donderdag 9 december 2021, werd de eerste paal geslagen door voorzitter Rick van Brugge en wethouder Rob Ellemeijer. Een historisch moment. Ik reed vanochtend hierheen en voor het eerst had ik het gevoel van na 5 jaar hard werken met heel veel mensen, het gaat echt gebeuren. Dus super trots op wat we hier hebben neergezet. Dit is zeker een mooi moment. Vooral natuurlijk voor Sporting Martínez. Het is geweldig. De afgelopen jaren is er door het bestuur echt heel hard aan gewerkt. En het is ook mooi dat er met zoveel daadkracht uiteindelijk tot dit resultaat gekomen is. En dan is het toch een historisch moment vandaag op 9 december 2021. Een maand slopen en 6 maanden bouwen. Dan zal het nieuwe onderkomen van Martínez er moeten staan. Als het goed is, als we een beetje doorwerken, 1 juni krijgen we de sleutel. Dus dan kunnen we erin. Nou, daar heb je alle vertrouwen in. Daar heb ik alle vertrouwen in, ja. Ja. Jawel, daar heb ik alle vertrouwen in. 2 dagen tijd moeten 54 palen de grond in worden geheid. En voor kerst moet de hele fundering er al liggen. Als het weer dan een beetje mee zit de komende maanden, dan is de bedoeling dat Sporting Martínez op 1 juni 2022 dus het nieuwe clubhuis officieel kan openen. Dus het enige wat je hoopt is geen strenge winter. Nou, als er eenmaal die fundering erin zit, mag het best strenge winter worden. Dan kunnen we nog een beetje schaatsen ook hoor. Dus dat is geen probleem. Nou ja, het is altijd eventjes als je ook kijkt, denk je van oké, dit gaat vast wel goed komen overigens hoor, denk ik. En er komt inderdaad een prachtig clubhuis terug. En dat is natuurlijk wel geweldig dat Martínez op deze manier dit kan doen. En dat al deze vrijwilligers hier ook een belangrijke bijdrage aan geleverd hebben. En dat iedereen weer gaat genieten natuurlijk van een mooi clubhuis op dit terrein. Ja. Dan maar hopen dat Martínez de opening van het clubhuis kan vieren met promotie naar de tweede klasse.